Haaks, een goede dag. Hier vanuit Bellewaerde voor de zoveelste keer. Misschien wel een kort vlosje, maar we beginnen de avond eigenlijk, want het is al een stuk in de avond met Pol op de achtergrond. Daar staat Pol. En u weet, de worst van Pol, dat is zeker heen en brol. Dag Duurken hier in Bellewaerde. Ik ging eigenlijk Efteling zeggen, maar dat is niet juist. Hier in Bellewaerde. En ik zie nog wel dat we hier terechtkomen. En ja, jullie gaan dat waarschijnlijk ook zien, zeker. Zou je nog iemand naast mij, dat je misschien ook nog wel kent? Hier ook nog een kanaal. Ik keer draaien, draaien, draaien. En nu? Hey! Dat is Leroy, oh shit, Leroy van Leroy Pretpark van de site. De bekende site. Die altijd zeer eerlijk filmpjes maakt. Bij Leroy moet je daarvoor zijn. Alle filmpjes van het Bellewaerde Aquapark gaan naar mijn kanaal. Dank u wel. Oké, kan je er nog een knippen zeker, denk ik. Dus ja, Leroy is hier ook vandaag aanwezig met een mottige bril op zijn hoofd. Dat is nodig, want ik heb ook mijn mottige bril mee. Maar het is eentje van de hardgaande Walibi Nederland. Waarvoor dank, Walibi Nederland. Holland. Ja, Walibi Holland. Alhoewel, dank. Ik heb hem daar zelf verkocht. Heb je dat niet gestolen toch? Nee, ik steel geen dingen zoals misschien mogelijk andere mensen dat wel iets zouden kunnen gedaan hebben in het verleden. Maar we noemen geen namen. Was dat een reus voor de deur? Dat was eventjes een kreet van iets. En wat dat iets is, dat weet ik niet. En wat dan ook. Er zitten hier ook nog mensen op de bank, daar. Die zich nu wegsteken. Voilà. Ja, blijven draaien, blijven draaien, blijven draaien. Ja, nee, ja, daar in de verte. Ja. Daar zie je ook nog een goede Bellewaerde, vaste Bellewaerde haander. Dus ja, we zien wel verder. Hè. Tot een beetje later. Hè. En Pol verkoopt nog altijd verder als het een lieve deugd is. Dus voor ook de ijsjes zijn er geen brol bij Pol. Grappie, Daniel. Grappie. Voor de mensen die je nog niet moesten weten, Bellewaerde heeft ook een aquapark gemaakt. Die ondertussen is hetzelfde woord nog voor Jurgen. Maar die ondertussen al open is. Maar wil je zelf eens zien hoe dat eruit ziet zonder dat je zelf naar het aquapark gaat, dan kan je in Bellewaerde ook eventjes hier achter mij kijken hoe en wat er allemaal te gebeuren staat in het aquapark. Gewoon een beetje reclame en met ook een beetje verfrissing. Moet kunnen op deze warme dagen hier in Bellewaerde. Leroy, hier in de rukknop, is het voor de nieuwe attractie in Walibi Holland? Geen idee, we gaan een keer kijken wat er gebeurt als ik op de knop druk. Spannend! Oh! Woehoe. Er gebeurt niet veel. Nee, water. Komt water uit. Dus ondertussen een beetje verder aan het stappen hier in het park op een mooie zondag namiddag of avond. En ja, hier zijn er ook grote plannen, Leroy. Hier komt een nieuwe coaster. Volgend jaar of zou er een nieuwe coaster moeten komen. Ja, er zijn plannen. Want Leroy heeft reeds paaltjes en tekens gespot. Hey, dus het zal er moeten komen in 2020, vermoed ik. 21 kan ook. 21 kan ook. Misschien wel 23. Maar er komt ooit eens een nieuwe coaster in Bellewaerde. Een family coaster, denk ik. Niet waar? Hey, ik denk het ook. Oké. Dat zullen we wel zien, hè? Hey? Ja, het is zover. We zijn nog maar een paar stappen verder en de Leroy heeft iets gespot. Namelijk een... paaltje. Wereldschokkend nieuws in Bellewaerde vandaag, beste mensen. Leroy heeft een paaltje gespot. Maar dat paaltje zal waarschijnlijk ook een doel met zich meedragen. En dat zal wel voor de nieuwe coaster zijn. En nog paaltjes. 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 Leroy, kom ik er hier. Een paaltje. Dat is voor de show, Jurgen. Ah, oké. Dat is voor de show.
Ja. Het is ook een paaltje. Verpozen met een lekkere cola. Ik kan altijd op dit mooie vakantiedag. En ondertussen is Leroy, hoe slim dat hij ook wel is, eigenlijk mensen aan het afluisteren. Want over de paaltjes hebben we het al gehad. Maar blijkbaar zijn er hier mensen die wat meer weten over de paaltjes. En Leroy was eventjes aan het proberen te luisteren wat die mensen te zeggen hebben over de paaltjes. Leroy, ben je iets te weten gekomen? Dat zal ik een keer niet aan uw neus hangen, Leroy. Hij zal het niet aan mijn neus hangen, maar we komen het toch te weten, nietwaar? Nee, ik ben niet te meer weten gekomen. Nee, hij is niets meer te weten gekomen. Maar wat waarvoor de paaltjes dienen, zal ongetwijfeld wel voor de nieuwe coaster zijn die er aan staat te komen in de toekomst. Maar we zien wel, we gaan eventjes nog genieten van deze prachtige zomer met veel pretpark van wat dan ook in de toekomst. Want eventjes mijn planning en voor mijn gedachten gaan vrijdag. Vrijdag ga ik naar de Efteling. Mensen die de Efteling zijn, die mij tegenkomen, kunnen misschien een goede dag zeggen. Kan altijd leuk zijn. Verdwijnt nu een cola in mijn oor. 9 pleinenfestijnen in de Efteling vrijdag. Maar deze week zal ik misschien ook nog wel een paar parkjes doen. Want ik heb het geluk om deze week wat verlof te hebben. Maar waar ik heen ga, dat ga ik wel zien. En dat zullen jullie ook wel zien in een vlog die de komende tijd in de zomer er gaan staan aan te komen. Het paaltje zoeken bij Leroy, dat gaat van kwaad naar erger. Hè? Hier nog een paaltje. Paaltje. En een stepje. Stepje. Het is al het einde van dit vlogje. Achter mij hier zie je dat de bootjes van de Splash reeds geparkeerd staan omdat het park gewoon weggesloten is. Deze keer een zeer kort vlogje, omdat het soms ook wel eens leuk is om zomaar in een park rond te lopen en te wandelen en gewoon te genieten van een zonnige dag. Dat kan niet altijd vloggen, hè. Nu, ik ga het toch online zetten, dit vlogje. Wil je meer zien in de toekomst? Er komen zeker nog vlogs aan, dat heb ik daarnet al gezegd. Maar hierbij ga ik ook afsluiten. Vergeet niet te abonneren als je meer wil zien. Mocht je dit korte vlogje toch wel leuk vinden, geef dan gerust een duimpje. En ik zou zeggen, tot ergens in een ander park. Dag. Ja, ondertussen al in de auto. Er is nog iets nieuws in Bellewaerde, maar dat heb ik niet kunnen filmen. Maar ik wil het toch nog meegeven in deze vlog. Ik heb een parkeerabonnement. Zo'n pasje dat je kunt kopen om het hele seizoen te kunnen parkeren. Maar bij het uitrijden hoef je voortaan, als je zo'n pasje hebt, je pasje niet meer te tonen. Er staan camera's gericht op de auto's als je bij de slagboom komt. En een slimme camera blijkbaar, want die leest jouw nummerplaat en dan gaat de slagboom automatisch naar boven. Ik had het nog niet gezien, het bestaat waarschijnlijk wel ergens, maar ik heb het nog in geen enkel pretpark gezien. Dus ook wel een nieuwtje als je naar Bellewaerde komt en je hebt een parkeerabonnement. Je hoeft het niet meer uit te halen. Je kan gewoon rustig rijden met je auto tot aan de slagboom. En je nummerplaat wordt gelezen en je kan zomaar de baan op. Kwestie om mee te zijn met de laatste nieuwtjes, hè? Nu is de vlog wel echt gedaan. Ik zal mij terug concentreren op het verkeer, want dat is ook zeer belangrijk. En ja, ik zeg het nog een keer. Ik zie jullie graag terug later op een andere vlog. Bij deze, salutjes!